foute schatting. We hebben de functie van a is 4x kwadraat en het puntje x is 0,66. Stel dat hij hier zit. 0,66. Dan gaan we hier omhoog. Dan gaan we hier naar links. En dan zit daar fxm. En ik zeg xm is 0,66. Nou, die gaan we berekenen. Dus krijgen we f 0,66 is 4 keer 0,66 in het kwadraat. Dus 1,7424. Goed, gaan we het volgende doen. We gaan een stukje h naar rechts en een stukje h naar links. En dat is de zogenaamde foutmarge. Dus ik heb hier, het is een beetje klein getekend, maar dat stukje noemen we h, horizontale fout. En die h is 0,03. Dan gaan we hier een beetje inzoomen, want het is wel heel erg klein, dus we gaan even apart tekenen. Dus je krijgt eigenlijk het volgende. Ik heb een stukje grafiek. Ik heb hier dat puntje xm. En wat gaan we nou doen? Dan gaan we die grafiek ter plekke van m gaan we benaderen met de raaklijn. Zo. Maar voor die raaklijn heb ik de afgeleid nodig. Nou, we weten i, dan is i accent is 2 keer 4 keer x tot de macht 1, oftewel 8x. Dan kun je hier zeggen, ik heb hier een stukje, delta i, delta x. Dat is de richtingscoëfficiënt, hè? Dus de richtingscoëfficiënt is delta i, delta x. Nou, die kan ik ter plekke van xm wel berekenen, want ik weet dat xm is 0,66. Dus dan krijg ik de richtingscoëfficiënt is 8 keer die 0,66. Dat geeft een richtingscoëfficiënt van, even kijken, oh, wat ik hier net nog niet berekend heb, ik ga dat even doen. 8 keer 0,66 is 5,28. Oké. Dan kun je het ook als volgt zien. Stel nou dat ik een stukje delta h of h naar rechts ga, zo hier. Dat is die fout. Dan kun je hier verticaal aflezen wat die fout eigenlijk doet. Dan krijg je hier een stukje een fout en die noemen we dan delta k. Dan zie je misschien dat die afgeleide, de richtingscoëfficiënt, uit de afgeleide, fx, dat is delta i gedeeld door delta x, maar dat is ook die delta k gedeeld door die h, delta h, net hoe je het wil noemen. Nou, die delta k wil ik weten, want dat is de verticale fout. Door kruisingsvermenigvuldiging kun je zeggen, vaak laat ze deze k even weg, die delta weg, zeg je k is h keer delta i gedeeld door delta x, oftewel k is h keer de afgeleide ter plekke van xm. Nou, volgens mij kunnen we die berekenen. Dus dan krijg ik een k van 0,03, ja, want dat is die h-waarde die hierboven gegeven is, keer die richtingscoëfficiënt van 5,28. Zo, oftewel een k van 0,1584. Nou, ik heb hier berekend dat deze waarde is 1,74. En die heb ik hier berekend door die 0,66 in te vullen. Daar komt bij 0, en daar komt bij naar boven toe die 0,1584. Krijg je dan een maximale waarde en daar beneden doe je precies hetzelfde, krijg je de minimale waarde. Nou, dan krijg je f max, is dus die 1,74 plus 0,1584. En dan zit ik op zo'n beetje 1,90. De minimale waarde is dan 1,74 min die 0,1854. Dan zit ik op 1,58.
Dus dit is die 1,58 en deze waarde hier, dat is die 1,90. Dus wat hebben we nu gevonden? Ter plekke van xm is 0,66 en een horizontale fout van 0,03 weten we dat die meetwaarde zit tussen 1,58 en 1,90. Dat is hem.